Wat ga jij met 1000 euro doen? Ik ga mijn familie geven. In Afrika. Waar kom je vandaan? In Oeganda. Ik hoop zo erg dat jij hem gaat raken. Bro, je bent nu al een legend. Kom maar. Ik, Soufiane Touzani, heb een missie. En dat is zoveel mogelijk mensen laten voetballen. En als je dat al doet, dan heb je een voorsprong. Zometeen ga ik challenges doen met mensen die boodschappen hebben gedaan. Ze kunnen hun geld terugverdienen en ze maken kans op 1000 euro. Je kunt 1000 euro winnen. Ja, ik had het begrepen aan de kassa. Ja, wilt u dat? Ja, wie niet? Ja. Je kan 1000 euro winnen. Jij wilt toch wel weten waarom je 1000 euro kan winnen? Voor hoeveel heeft u boodschappen gedaan? Ja, voor 9 euro zoveel. Als u 10 keer hoog houdt, krijgt u sowieso 10 euro. Heeft u uw boodschappen terug? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oeh, ja, die kleine stond in de weg, hè? Volgende keer beter. Volgende keer beter. Maar we gaan nu de poging voor 1000 euro doen. Dit is veel belangrijker. Björn, oftewel de man met de mooiste kapsel van vandaag. Ben jij het maar. Maar voor mij maakt het niet uit. Ik ben met niks gekomen. Hij mag het lekker proberen. 1. Oh, 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 ja, ja, ja. Je hebt het goed gedaan, hoor. Ze wordt teleurgesteld. Dus even voor de duidelijkheid. Hij heeft 24 euro aan boodschappen gedaan. Als hij 24 keer hoog houdt, krijgt hij 24 euro terug. En daarna maakt hij kans op 1000 euro met een trickshot in een winkelwagen. Wat is jouw record hoog houden? Ik zou het niet weten, maar ik ben niet eens echt voetballer. Ik ben meer muzikant, toch? Maar het gaat wel lukken. 24, zeg je. 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nee, ja, sorry man. Maar je maakt nog kans op 1000 euro. Oh, die trickshot toch? Ja, tuurlijk. Nee, je krijgt maar één kans. One opportunity. Kom maar. Ah, joh. En die gaat gelijk weer boodschappen doen. Hé, mevrouw, mevrouw, waarom? Je kan 1000 euro winnen. Hey, mensen willen geen 1000 euro winnen, serieus? Dan ga ik zelf. U weet wat hier aan de hand is, hè? Ja, ik heb het net gezien in de straat. U heeft ja. Zelfs een hulplijn ingeschakeld. Klopt. Wie is dat? Dat is Roy. Als hij 9 keer kan hooghouden, krijgt u van mij 9 euro terug. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, heeft hem. Oké. Ik denk, waarom sta jij hier de hele tijd? Maar jouw moeder had net boodschappen gedaan. Ze ging jou halen. Hè? Jij bent de hulplijn die ingeschakeld is om de boodschappen terug te verdienen. My son can do it, not me, sorry. Waar is hij? Is at the shop. 4 euro had ze aan boodschappen gedaan. Als je 4 keer hoog gaat, krijg je 4 euro van mij terug. Hoe heet je trouwens? Evan. Ben je goed in voetbal? Ja. Waar voetbal je? Feyenoord amateur. Feyenoord amateur, maar vandaag wordt hij prof. Kom maar. 1, 2, 3, 4. Klaar. Dan gaan we nu naar de trickshot. Effe en Doulani. Dat rijmt op Touzani. Jij mag als eerste schieten. Effe, als hij raakt, ben je hier voor niks. Oh, man. Wat ga jij met 1000 euro doen? Ik ga mijn familie geven in Afrika. Waar kom je vandaan in Afrika? Oeganda. Ik hoop zo erg dat jij hem gaat raken. Ik gun het je zo erg voor zijn familie in Oeganda. Je bent nu al een legend. Je bent nu al een legend. Oh, ja, ja, ja. Je gaat niet met lege handen naar huis. Ja. Mama had voor 4 euro boodschappen gedaan. Ja. Dus je krijgt van mij sowieso 4 euro. Sorry man, harder gaan trainen. Maar sowieso mooi wat je zei. SO naar hem, SO naar F. Je kunt 1000 euro winnen. Echt waar? Echt waar. Echt geen grap. Nu stiekem opeten. Zo ziet er wel lekker uit hoor deze. Ja, lekker hè? Komen we uit Rotterdam? Ken je dat niet hoor? Ik kom dan? Uit Rotterdam, ja. Hoe heet jij? Patricia. Patricia. Ja. Als u 16 keer hoog houdt, krijgt u 16 euro terug. Zo geweldig. Nee. Hey, dit is hoog. Ja, ik ben nog steeds 1, een beetje. 2. Oh, dat kan ik niet. Dat kan ik echt niet. 16 ik heb keer. Een knieprothese. Ik kan dat echt niet. Nee. Dat ken ik ook niet. Ook geen poging? Nee, dat kan ik niet. Oké, maar we gaan wel proberen in de winkelwagen te schieten. Ja. Nou, dat gaat mij echt niet lukken. Schieten ook niet? Nee. Ja, hier ja dan u. Heb ik pech. Oh, maar ja. Dat gaat me echt niet lukken. Jammer. Oh, ja. Ik vind u wel een heel leuke vrouw. Ja, dankjewel. Ja, en zo naar deze vrouw. Patricia, geen pijn. Stel je voor, ik heb 50 euro boodschappen gedaan. Kijk, nu zie je waarom het belangrijk is dat je vaak gaat voetballen. Kan je gewoon 50 euro winnen? Kijk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Boom! 50 euro verdiend, zo makkelijk.
Hey, dit is Edson, dames en heren. Wij zaten bij elkaar in de klas op de basisschool. €7,88, laten we zeggen €8. Als jij nu 8 keer hoog houdt, heb je sowieso €8 terugverdiend. Oké, kom maar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oké. En je hebt nog steeds dat tongetje uit, hè? Als je aan het voetballen bent, hè? €8 krijg je sowieso. We gaan nu de trickshot doen. Als je me raakt, je mij de helft. Terug. Is goed. Nee, een joke. Is helemaal voor jou. Oké. 3, 2, 1. Kom maar. Yeah. Bro! Het kost bijna €1000. Hij schiet bijna die raam door. Ja, sorry man. Ja, je krijgt alleen €8 terug. Ja, thanks. Is ook niet verkeerd, hoor. Het Edson, dus 2, 4, 6, 8. Thanks. Goed je weer te zien, man. Edson, naar jou. Thank you. Mevrouw, u wilt mij uitdagen. Kom. Ja. Wat wilt u zeggen? Ik wil jou uitdagen. Wat is de uitdaging? Nou ja, als jij hem erin niet erin gooit, wil ik hem erin gooien. Dan krijg je een kans. Oké, doe dus, het. Deal. Dus je vindt eigenlijk dat ik als degene die de challenge geeft, het ook zelf moet kunnen? Ja, vind ik wel. Maar wacht eens even. En wat nou als ik hem raak? Brasa. Ik krijg een dikke knuffel. Ja, maar corona... Corona, ja, nou ja, ik ben gevaccineerd, dus dat zit goed. Oké. Oké. Ah. 3, 2, 1. Ik had verkeerd... Ik raakte hem verkeerd. Oké, maar nu mag je schieten, oké. Je moet mensen hoop geven, daarom moet je het slechte voorbeeld geven, snap je? Je deed expres zo, weet je toch? Oh ja, dat was echt slecht. Je bent de enige die deze uitzondering krijgt, hè? Kijk, dat bedoel ik. Ja, je wil al schieten! Ze wil gelijk al schieten, die ding is er nog niet eens. Tjonge, jongen. Ik zag hem voorbij, ik denk, nou, nu moet ik hem grijpen. Jammer! Niet bang zijn, hoor. Je kan €1000 winnen. Hoe vet is dat? Echt waar? Nee, dat doe ik niet. Maar je weet niet eens waarom. Je kan €1000 winnen. Jij wilt toch wel weten waarom je €1000 kan winnen? Als je deze bal kan schieten in het winkelwagen van Co-op, dan win je €1000. Oké, is goed. Je kan sowieso die tientje terugverdienen als je 10 keer hoog houdt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Klaar, die heb je al binnen. Je hebt je boodschappen al binnen. Hoe vet is dat? Ja, nice. Ja? Hoe heet je? Lennart. Lennart? Yes. Een man een woord, hoe zeggen ze dat? Een woord? Ik weet het niet. Man een woord. Ja, zoiets. Alsjeblieft. €10 heb je sowieso. Je hebt niks verloren. Je hebt gewoon gratis boodschappen gedaan. Ja, precies. Nou, 3, 2, 1. Come on, Lennart. Ja. Was wel leuk om mee te doen? Ja, toch? Ja, toch? Ja, leuk. Esso naar Lennart. Hij heeft wel €10 verdiend. Maar het zijn 2 nullen te weinig. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, bro. Wie bent u? Ik ben Farouk, bro. Farouk. 9,74. Ja. Afronden, €10. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, sowieso €10. Die heb je sowieso. Die kar gaat van links naar rechts. Als je hem raakt, krijg je €1000. 3, 2, 1. Kom maar. Oh. Belofte maakt schuld. 2, 4, 6, 8, 10. Shukran, bro. Dankjewel, man. Shukran. Esso naar jou. Dankjewel. Inshallah, volgende keer. Sowieso. Inshallah, bro. Esso naar iedereen. Volg deze man. Je weet nog, hij doet hele goede dingen. Altijd voor kinderen, voor Rotterdammers. Sowieso voor heel Nederland. Sporten, man. Duimpje omhoog. Hoi. Kom goed. Dankjewel. Ja, maar het is wel slecht eigenlijk. Nou, we laten we opnieuw doen dan. Nee. Eén kans, sorry. Oké. Dit is die check, oké. Oh, bloemen, oké. €11. Ja. Als je 11 keer hoog houdt, krijg je sowieso €11 terug. Ja, toch? Ja? Dat was duidelijk. Oké. Kom maar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oké, je hebt sowieso €11 terug. Je hebt sowieso gratis cadeau gekregen. Het gaat om deze. Belofte maakt schuld. Dit is 2, 4, 6, 8, 10, 11. Zeg alleen tactiek, een klein beetje schuimbrada. Je weet gewoon, je ziet dat die mensen het is heel de tijd te vroeg. Dus hij moet een beetje naar rechts. Maar doe je ding gewoon, je kan het. €1000, wat ga je met die doezo doen? Bro, sowieso delen. Delen met je brada? Oké. Ja, toch? En voor de rest verrassing, man. Ik zeg je eerlijk, 3, ik weet niet. 2, 1. Oh, joh. Hey. Nee, je hebt sowieso hem gek gedaan. Hij was dichtbij, bro. Bro,
dichtbijst van iedereen die ik heb gezien. Hoe heet je? Ik heet Kim. Je hebt net boodschappen gedaan. Voor hoeveel geld heb je boodschappen gedaan? 6 euro. Heb je daar een bon van? Nee, ik heb geen bonnetje. Ja, ik geloof je wel op je bruine ogen. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh! Hey, ze heeft gewoon 6 euro en we gaan nu... En zometeen krijg je dus kans op 1000 euro. Maak jezelf mentaal klaar. Kim, simsalabin. Je gaat schieten en dan gaat hij gewoon erin. Sowieso. Wat ga je met 1000 euro doen? Weekendje weg, denk ik. Ja? Ja. Dat gun ik jou zo erg, hè? Nou, ik hoop het. Eén kans. Eén schot. Succes. Thanks. 3, 2, 1. Ah! Oh! Jammer. Toch goed gedaan, tik hem aan. Thanks. Ai. Kim zou een weekendje weggaan. En nu is haar droom weg. Beter iets dan? Dat niet. Ai, dit is 2, 4, 6 euro's voor Thank Kim. You. Is toch gratis? Wat heb je gehaald? Soep, groenten en soep, dingen voor de soep. Ja, gratis soep. Gratis soep. Ja, toch? En zo naar Kim. Kijk eens even. Hey, hoe bedoel je? Je laat mama die ding dragen. Jij moet het dragen. Als jij 21 keer hoog houdt, dan krijgt mama 21 euro terug. Come on, hè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nee! Jullie kunnen nog 1000 euro winnen, maar jullie zijn zo leuk. Ik ga je eerlijk zeggen, als je die 1000 euro niet pakt, je krijgt sowieso die 21 euro. Meneer, u kunt 1000 euro winnen. Nee, kijk, hij wil niet. Hey. Voor hoeveel heb je boodschap gedaan? 15 euro, man. 15 euro, oké. Kom even aan deze kant staan. Strijder, hoe heet je? Moula, man. Moula? Ja, man. Van Moula B? Nee, van mezelf, man. Hey, sterk. Ben je ready? Ja, ready. Oké, kom maar. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh! En wat denk je dat je nog meer doekoe krijgt? Is het klaar, hè? Ja. Als jij zometeen de bal in een winkelwagen krijgt, win jij 1000 euro. Moula in de building. Ja, geen Moula B. 1, kom maar. Sorry, man. Hey. Zeker geen stress, want jij had hoeveel boodschappen ook weer? Snelle 15 euro. Snelle 15 euro, toch? En zo naar jou, maar ik vond je een lauwe strijder. Ook naar jou, man. Ik zeg je eerlijk. Abonneren, anders ben je geen voetballer meer, hè? Hé, bijna een milli, hè? Begin te abonneren. Deze man heeft er alles voor over om die prijs binnen te halen. 3, 2, 1, kom maar. Man. Alles is bij jou net niet. Hooghouden was net niet. Dit is net niet. Maar, je toch, ik had al gezegd, als je geen 1000 euro pakt, krijg je sowieso die 21 euro terug die je aan boodschappen hebt gedaan. Dat heb je verdiend. Je maakt nog slijding bij die laatste bal. Ja, hij heeft alles gegeven. Check maar. Dan verdien je deze man, bro. Alsjeblieft. Right. Blijf oefenen, want mijn missie is dat iedereen zoveel mogelijk gaat voetballen. Mevrouw, hoe heet u? Astrid. Astrid, mooie naam. Wat betekent dit eigenlijk, Astrid? Ik zou het niet weten. Ga ik even opzoeken, even wachten. Astrid is een meisjesnaam. Het is van oorsprong een Scandinavische naam. Ja. Het komt van het oud-Noordse woord Asrifjor. Goddelijke schoonheid. Ja, kijk eens. Hey. Kijk eens. Hier heb ik die pitten voor u gekocht. Kunt u voetballen? Ooit gedaan, maar dat is heel lang geleden. Dus... U heeft voor ongeveer 12 euro boodschappen gedaan. Als u 12 keer hoog houdt, ik zal die tas wel van u pakken, krijgt u sowieso 12 euro terug. 1, 2, nee, dat gaat hem niet worden. Maar, je weet het nooit. Komt u maar. 3, 2, 1. Nou! U heeft 1000 euro gewonnen. Dankjewel. Ja, ik kan er niks voor zeggen. Hey. Wat gaat u ermee doen? Ja, ik weet het ook niet. Ook even niet opdenken. Ja. Een voetbal kopen.
Nou, om eerlijk te zijn, het was een grap. Het is een bananensplit. Het was een prank. Ja, oké. Nee. Het is echt. Het is echt. Ze doet het gewoon. Astrid. Ja, sorry, ik heb geen... Het is gewoon lekker, dus ik weet het niet anders. Hoe lekker is dit? Hey, het is geen gouden envelop. Nee, maakt niet uit. Maar er zit wel 1000 euro in. Ik zal het even tellen. Kijk zelf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mevrouw, die is voor u. Ja, dankjewel. Het is Corona, anders zou ik dit doen, maar anders. Astrid is de gelukkige winnares. Wat een legend. U bent een legend. Ik kom gewoon net uit mijn werk, man. En die bal waar u mee heeft geschoten, dat is ook een spaaractie van Coop tijdens het EK. Oké. Dus die gaat u sowieso halen. Ja, daarom. Ik moet gewoon een bal halen. En niet één, niet twee. Nee, ik moet gewoon. Ik ga gewoon voor iedereen die ik ken, al de kleine kinderen, ga ik gewoon een bal halen. Luister goed. Binnenkort start de spaaractie bij een Coop supermarkt in jouw buurt. Deze bal kan van jou zijn. En als je de Coop socials in de gaten houdt, kan je zelfs toffere prijzen winnen, zoals een gesigneerde bal. Ik zou deze alvast signeren. Ja. Hey, vond je deze video tof? Doe dan een blauwe duimpje omhoog. Abonneer, anders ben je geen echte voetballer meer. Klik daar voor de laatste video. En klik daar om gratis lid te worden van FC Straat. En als je geen wifi hebt, leen dan wifi van je buurman. Peace.